Hoe is het nou toch mogelijk? Hoe kan dat? Ja, die begrippen, die speelden maar door mijn hoofd. En dat kwam omdat mijn ogen die vielen ineens op dit bericht. Kijk even goed met me mee op dit bericht in de krant. Ja. En toen ging ik naar bed. En toen deed ik geen oog dicht gewoon. Nee, dan kan ik gewoon niet slapen. Want dan denk ik, hoe kan dit nou? He, dat je gewoon zomaar een hondje vastbindt in een bos en die laat je achter. Kijk nou even goed naar dat kopje van dit lieve hondje. Kijk nou even. En zie die oogjes. En zie dat oortje. En jullie weten het, de vaste volgers. Ik ben een enorme dierenliefhebber. En los van dat ik het niet begrijp, word ik ook gewoon woedend. Gewoon kwaad dat zoiets kan gebeuren. Dat zoiets bestaat gewoon. Hoe gaat zoiets dan? Wat moet ik me hier nou bij voorstellen? Dat zo iemand dan thuis zit en die kijkt naar dat hondje. Hier, kijk nog even een keertje naar dat hondje. En die ziet dat gewoon zitten en die denkt bij zichzelf, ik ga nu naar een bos toe en dan ga ik jou gewoon daar achterlaten. Hoe kan dat? Ik heb daar geen voorstelling van. En dan heb je nog eens een keer te maken met dat je in de auto zit. En dan kijk je nog eens een keer in dat lieve kopje van die hond. En dan nog denk je, nee, maar ik ga het doen. En dan heb je ook nog eens een keer de hele lange weg door dat bos heen met die hond aan de lijn. En dan moeten er toch stemmen in je hoofd komen. Stemmen die zeggen van, dit gaat veel te ver. Dit kan je niet maken. Dit ga jij niet doen. Ga naar huis. En al die stemmen, die laat je gewoon maar gaan. En je doet het toch. En je doet toch dat touw of die riem om die boom heen. En je zet dat hondje daar neer. Je kijkt naar dat hondje. En je draait je gewoon om. En je gaat weg. Dan ben je toch, vrienden. Dan ben je toch in slecht. Dat is het gewoon. En dat dat dan bestaat. Ik kan daar zo slecht mee leven. Dat kan niet gewoon. En de mensen van de dierenambulance die het hondje uiteindelijk gelukkig hebben opgevangen. Ja, want dat is dan toch weer een beetje een happy end aan dit verhaal. Die zijn gaan zoeken en die weten waarschijnlijk wie de baas is van dit hondje. En wat ze nou moeten doen, als ze dat weten, haal die man op, pak hem beet en neem hem mee naar een heel groot, diep en eng bos. En bind zijn handen op zijn rug, vast. Een grote ketting om zijn nek en bind hem vast aan een boom. En loop dan gewoon weg.